In deze aflevering van Ching Ching Beauty ga ik met een kersverse mama op stap. Moeder worden betekent wat minder tijd voor jezelf hebben, maar vandaag leggen we onze kandidaat Ilona helemaal in de watten. Welkom bij Ching Ching Beauty. Hey Ilona. Hoi. Ja, bijna een jaar geleden ben je voor het eerst mama geworden. Ik denk dat dat wel heel wat heeft veranderd in je leven. Hè? Ja, dat klopt. Het is toch wel een heel aanpassing. En heeft dat iets veranderd in je levensstijl? Of? Ja, het is veel drukker geworden. Dus werken, een kindje hebben. Dus de combinatie daartussen is toch wel een beetje zwaar soms. Ja, ja. En daarom dat je misschien ook een beetje nood had aan je makeover. Ja, toch wel. Toch wel, ja. En je zegt weinig tijd, dus ik veronderstel ook weinig tijd om tijd voor jezelf te hebben, om eens te gaan winkelen, om dingen te doen. Ja, toch veel minder als vroeger. Ja. Ja, ja. En je man die helpt daar waarschijnlijk al heel goed in. Absoluut. Ah, ik heb niet te klagen, ja. Dat is heel goed. Goed, dan zullen we vandaag een beetje verandering erin brengen. Is er iets specifiek wat je wil veranderen of graag iets anders zou zien? Goh, eigenlijk niet specifiek. Ik laat het gewoon op mij afkomen en ik zie wel wat er gebeurt. Ja, oké, okay, super. We hebben een heel team voor je klaarstaan. Dan zullen we vertrekken. Fijn, dank je wel. Hoi Karin, hallo. Hey, dag Lien. Hey. Goedemorgen. Hallo. Ja, ik heb Ilona bij vandaag. Ja. Ze is een jonge mama, dus ze heeft het heel druk. We zoeken eigenlijk iets modieus, wat eigenlijk voor overdag kan, voor 's avonds kan. Ah, prima. Ik denk, ze heeft ook het perfecte figuur, denk ik, voor een heel toffe broek, die we zowel casual als heel gekleed voor 's avonds kunnen gebruiken. En ik denk, een kleedje is ook geen probleem, denk ik. We gaan dus van alles proberen, dan kunnen we eens kijken wat dat jij het, waar je het beste mee voelt. Ja. Okay. Ja, Lien, ik heb voor haar een toffe basis jeans uitgekozen. Mm-hmm. En daar kunnen we eigenlijk heel veel kanten mee uit. Ja. Dus zoals je ziet, het is een heel toffe basisbroek, maar toch iets modieuzer door de brede pijpen. En zij mag kan dat zeker dragen door haar lengte. Ja. En ze zei me ook dat ze vooral donkere kleuren draagt, maar ik vind haar prachtig met die frisse nieuwe kleuren, pastel met toch iets hevig gecombineerd. En ze mag gerust ook haar taille laten zien, want erop letten dat je niet te brede blouse draagt, dan accentueert je ook je lengte mooi. De look van deze zomer ook zijn de espadrilles, dus heel hot. Dus ik vind dat zij dat gerust kan dragen, omdat ze heel groot is. Kijk, we hebben het nu gecombineerd met een mooi zijde blouseje van een mooie kwaliteit van Maison Scotch. Een toffe print. En je kan het nog chiquer maken door er een mooi vestje op te combineren. Voor 's avonds eventueel. Maar ik vind het ook heel hip met de sneakers die nu ook volop in zijn. En je kan dan eventueel gaan voor de Bohemien look met toffe sjaals of met een heel toffe tas. Amai, Ilona. Ja, amai. Heel mooi. Een heel andere look, maar krachtig. Ja, hè? Heel mooi. Ja, een echte dame. Ik vind dat je zeker kleedjes moet dragen, want het past u perfect. Uw taille komt heel mooi uit. Je hebt een hele mooie décolleté, dus je mag echt wel je vrouwelijkheid laten tonen. De lengte is perfect en de look ook. Ik vind de retro look, ook met de schoentjes, het is een stijl die echt wel gaat. Ja, je hebt echt perfecte lichaam, denk ik, ervoor voor kleedjes te dragen. Dat moet je echt wel meer doen. Ja. Voilà, Ilona. Ik ben echt benieuwd naar vanavond. Want je hebt dat hier al schitterend gedaan. Ik heb hier een klein cadeautje voor jou. Dus je kan altijd terugkomen. En dat is de outfit voor straks, voor de grote verrassing. Ja, ik ben ook heel benieuwd naar deze avond. Bedankt in ieder geval voor je advies. En dan gaan wij onze dag verder zetten. Ja. Ja, Ilona is iets minder dan een jaar geleden bevallen van haar eerste dochtertje. En we komen eens kijken wat u misschien voor haar nieuwe dingen heeft. Heb je zelf iets van stijl in gedachten? Wel ja, ik heb een tijdje borstvoeding gegeven. En dat zijn dan eigenlijk van die gewone, meestal zwart-wit BH's. Dus ik zou eigenlijk wel graag wat kleur willen, maar ik weet niet goed wat er bij mij zou kunnen passen. Goh, dan stel ik voor dat wij eens een aantal dingen gaan proberen. Bent u op zoek naar eerder iets zonder kant of mag er al een beetje meer kant aan zitten? Oh, ik wil ze eigenlijk allebei wel eens proberen, want ik heb niet echt een idee wat dat. Dan gaan we passen. Kom maar mee. En welke
welke setjes heb je voor Ilona uitgekozen? Ik heb vooral voor kleuren gekozen. Ik heb een aantal verschillende pasvormen voor haar klaargelegd. En het eerste wat aan het passen is een pastelkleurig roos bugelbihaatje van Marie-Jo. Ilona, ben je klaar? Heb je het al aan? Ja. Ja, dat is mooi. Dat is mooi, hè? Je ziet wel aan de borst dat het wat puntiger maakt van vorm. Eens even kijken of het mooi in de rug zit en het sluit heel goed aan. Wat vind je er zelf van? Ja, het is niet wat ik gewend ben van te dragen, maar ik vind het wel heel mooi. Ja. Het zit ook wel goed. Het is natuurlijk wel iets anders dan die klassieke borstvoedings-BH's die je achter de rug hebt. De volgende is dus de voorgevormde BH van Marie-Jo, de Avero, met de bekende bloemenbandjes. Wat hier ook heel leuk aan is, is dat het BH'tje eventueel in de hals kan gesloten worden. Ook een heel fris kleurtje. Fris, hè? Het staat er beeldig. Heel mooi. Leuk. Ondertussen laat ik Ilona pistachekleurig BH'tje passen, half voorgevormd. En onderaan zit er eigenlijk een festijncup in. Een beetje gelijk met de allereerste die ze heeft gepast. Maar in dit geval is hem een beetje voorgevormd en gaat hem minder puntig maken van borst. Heel leuk. Past ook heel mooi. Dus in tegenstelling met de eerste heeft deze onderaan een kleine moussevulling. Maakt ook iets boller van voren. Ja. Mooi. Zit het lekker? Zit het fijn? Super. De laatste BH die ik voor Ilona heb gekozen is een beetje verleidelijker, van Chantal Thomas. En zo'n ontwerpster die er speciaal voor kiest om de BH's net iets sexier te maken. Wat de borst mooier tot uiting doet komen. Ah ja, dat is mooi. Dus heel romantisch, heel lief. Die kleine bloemetjes die erin voorkomen, die strik er van voorop. En je ziet, het maakt zo de borst mooi boom. Ja. Welke BH vond je nu zelf het leukste? Ik vond de gele nog het leukste met die bloemetjes. Super, dan geef ik u dat mee naar huis. Oké, dankjewel. Top. Ja, Ilona, ik denk dat je heel fris de zomer in gaat gaan, want je hebt een heel kleurrijk setje gekozen. Bedankt voor de uitleg, Else. Dat is graag gedaan. Ilona, veel plezier ermee, alleszins. En ik wens u nog een fijne dag. Dankjewel. Doe je eigenlijk iets specifiek van sport? Nee, helemaal niet. Nee, ook niet gedaan voor je zwangerschap? Nee, want eigenlijk als ik ga werken, dan sport ik al genoeg op het werk. Ah, oké. Ja, dan heb je die extra beweging niet nodig. Nee, nee, dat is meer dan genoeg op een aflopen op een dag. Dus. Dat geloof ik. Hier staan precies ook wel veel tips in. Hallo. Hallo, ik ben Christa. Ja, dit is Ilona, onze kandidaten van deze week. Ze is 11 maanden geleden bevallen van haar eerste dochtertje. En we komen een keer kijken wat we eigenlijk kunnen doen om haar helemaal terug in vorm te krijgen. Ja. Bij Infralinie kan dat natuurlijk. Wij hebben speciale postnatale programma's waar we vooral gaan werken op de buik- en de rugspieren. Ook de bekkenbodemspieren, ga ik dadelijk wat meer uitleg over geven. Om alles zo snel mogelijk terug in vorm te krijgen. Maar dan mocht je meekomen aan de hand van een paar oefeningsjes, ga ik je dat tonen. Dus de eerste oefening wat ik u ga aanleren is eigenlijk een oefening wat je thuis ook kunt blijven doen. Dat is een oefening die heel goed is om de bekkenbodemspieren ook te verstevigen. En dat is een ademhalingsoefening. Kunt je thuis zo vaak als je wilt herhalen, maar je moet wel altijd 5 keren even die oefening doen en even rustpauzes nemen. En dat is eigenlijk een oefening waarbij we gaan in- en uitademen op de juiste manier. En we doen dat uitblazen, gaan we de buik intrekken. Goed uitblazen. Inademen gaan we de buik gewoon terug dik maken. Terug. Mocht meedoen, goed uitblazen en laten zakken. En terug laten zakken. En dan mocht je herhalen iedere keer reeksjes van 5. En waarom is het belangrijk zo om die bekkenbodemspieren zo goed te trainen? Dat is eigenlijk heel belangrijk om alle organen ook juist terug op zijn plaats te krijgen in de buikholte, want alles is wel uitgezet geweest. En natuurlijk ook voor op latere leeftijden verzakkingen te voorkomen. Bij dames is dat natuurlijk wel heel belangrijk. Ja, ja. En die ademhaling is ook heel belangrijk. Die ademhaling is heel belangrijk, omdat we dan veel sneller alle spieren terug strak gaan krijgen. Je mocht de zwarte handvatjes vastpakken. Mocht je voeten en knieën goed tegen elkaar, buik goed intrekken en bij het opheffen gaan we blazen. We gaan het bekken opheffen en uitblazen. Zakken niet volledig tegen de bank en terug op.
dan gaan we de volgende oefening doen. De beendruk, daar staat bij 45 graden en staat in het rood gedrukt. Dat wil zeggen dat we de handen goed onder het zitvlak gaan steken. Twee benen gaan we 45 graden optillen. We gaan de benen uitstrekken en bij het naar ons toe komen met de twee benen gaan we uitblazen. Dus en terug uitduwen. En optrekken. Uitduwen. Heel goed, de handen onder het zitvlak steken is heel belangrijk voor de rug te sparen. Dan mocht je nummer 9 is gekruiste benen, gaan we terug de handen onderin steken. Dan gaan we de benen goed opspannen, tenen lichtjes naar u toe trekken en overkruisen. En we blazen bij een van de twee benen. Prima. Lona, ik hoop dat je iets ervan bijgeleerd hebt en dat we je toch wat tips hebben kunnen meegeven wat je thuis ook verder kunt doen. Ik heb nog een cadeautje voor u, onze kookboek. Er staan nog heel gemakkelijke gerechtjes in, wat je zelf thuis kunt proberen. Heel eenvoudig, gemakkelijk en lekker. Dank je wel. Hallo, dag Jolien. Ja, ik heb Ilona bij vandaag. Ze is een nieuwe jonge mama, want haar dochtertje is bijna 1 jaar. En ze heeft het dus eigenlijk heel druk. En we komen kijken naar een paar tips die u misschien heeft voor haar toch snel en toch goed te verzorgen. Inderdaad, proficiat alvast. We hebben klaarstaan onze Ikari-huidmeting. Dus we gaan een scan maken. Die de huidconditie gaat bepalen, waar ook een code in zit die je gaat linken aan een huidverzorgingsschema voor thuis. Dus waardoor dat je met een paar producten je thuis toch goed kunt verzorgen in weinig tijd. We gaan de gevoeligheid meten, talggehalte, hydratatie, naar pigment gaan we kijken en dan ook naar rimpeltjes. Het laatste komt het resultaat eruit. Je gaat er eigenlijk een productschema aankopen dat je ook via mail terecht krijgt, maar je dan ook alles kunt op terugvinden. Dus we beginnen met de gevoeligheid. We meten eerst onder de hals en dan op de wang. Waarom? Omdat hier veel minder invloeden komen van buitenaf. Nu gaan we eigenlijk een vergelijking maken. Dus onder je hals en op je wang. Ziet je dat je niet echt een heel wel kleurverschil hebt. Gaan we kijken voor het sebum. Dus gaan we de poriën gaan meten. En dan ziet je eigenlijk die kleine stipjes staan waar die poriën zijn. We zien dat die eigenlijk een vakje in beslag nemen, dan spreken we van wel brede poriën. We nemen de CB-tape, gaan we eigenlijk het vetgehalte meten. Dus ga ik even aan je voorhoofd doen. Gewoon eventjes 6 seconden tegendrukken. En pakken we er ook weer een beeld van. Dat is een voorbeeld van mensen die wel een betere huid hebben. Daar zit je die vlekjes verspreid. Dus we zien dat bij u ook een beetje terugkomen. En dan gaan we eigenlijk gaan kijken naar de rimpelsdiepte. En dat ziet er nog heel goed uit, want je hebt eigenlijk echt die draadjes nog vast bij elkaar zitten. En gaan we naar de webshop. En hier komt dan eigenlijk uit wat voor uw verzorging ideaal is. Het gaat gewoon de reiniging zijn, peeling en de crème voor u te verzorgen. Goed, Ilona, dus hier hebben we nu het resultaat. Belangrijk is natuurlijk een goede reiniging zit erin. Eenmaal per week gaan we de scrub toepassen voor door de huidcellen te verwijderen. Dan hebben we de crème Renew 1 van Ikari. Gaat eigenlijk ervoor zorgen dat je huid dagelijks, 's morgens en 's avonds goed gevoed wordt. Omdat het ook matter gaat zijn. We gaan het tallig gaan een beetje neutraliseren. En natuurlijk belangrijk, een goede bescherming. Dag Lien, goedenavond. Alles goed? Ja, ja. Je bent al een mooi kapseltje voor jezelf aan het kiezen misschien. Ja, ik heb er al een paar leuke gezien. Ja. Lien, ik ben even bij Ilona gaan kijken naar haar gezicht. Nu voor een passend zonnebrilletje te vinden. Nu, ik denk dat ik bij mij in de winkel een aantal heel mooie modellen heb.
Kom even mee kijken en dan gaan we er een paar toffen uitzoeken. Hè? Ja. Kom binnen, Leen. Zet u even en dan ga ik een aantal montuurtjes uitkiezen. Hè? Leen, Ilona die heeft een heel normaal gezicht, dus ik denk dat we met een aantal toffe modellen iets heel leuks gaan kunnen verwezenlijken straks. Hè. Wat heel tof is, is het model van Prada. Dus je gaat zien, heeft een matte coating en een blinkende coating. Dus eigenlijk gecombineerd, maar dan ook heel tof met het pantermotief dat er zo eigenlijk heel subliem op zit. Het logootje van Prada is mooi zichtbaar, dus dat gaat een heel tof verwezenlijken zijn. Ja, dat is wel mooi. Ook tof is deze van Bulgari, dus met het een paar steentjes aan de zijkant, verfijnd, rond. Dus het gaat echt zo naar de jaren 60, 70 terug. Ja, een heel toffe bril, gaat zeker mooi zijn bij haar. En ik denk ook zelfs bij jou, moet je maar eens aandoen. Dankjewel. Is dat terug mode aan het worden, zo die ja, ronde glazen? Ja, heel fel nu terug in. Ja. Die is wel mooi. Tof, hè? Dat is een hele mooie, ja. Allee, daar staat hij ook mooi mee. Dan heb ik voor Ilona nog een iets stoerdere bril uitgekozen, omdat zij is heel groot. Dit is een combinatie van metaal met kunststof. De schroeven zijn er eigenlijk zichtbaar in, dus dat komt een beetje ruiger over. Een grotere bril, nu, dat gaat ook tof zijn bij haar. Nu, voor jou is die dus niet geschikt, hè, want die is ietsje te ruig. Hè. Ja, ja, ja. Dan, dit vind ik ook een heel toffe bril van Tots, met het gevlochten armpje, maar dan volledig afgewerkt met leder. Mm-hmm. Zachte glazen van boven, donker van onder, iets lichter. Dan een opengewerkte neus, dus dat komt heel fris over. Het is een iets grotere bril, dus dat gaat ook weer mooi zijn bij haar, zeker omdat ze groot is. Maar het gaat iets rustiger op het gezicht staan. Ja, en welke bril denk je nu dat het beste is voor haar? Want er liggen er nu verschillende, allemaal een beetje een andere stijl. Nu, ik denk dat het Tots-modelletje heel leuk gaat zijn. Mm-hmm. Het is een heel fris brilletje, omdat het niet zwaar is. Ja. Grotere glazen, die vierkantere glazen, dat gaat eigenlijk heel tof zijn. Okay. Ik zou voor deze gaan. Oké. Okay. String this time, don't be too late. Climax on the perfect light. Ooh, watching me, hanging by a string this time. Don't be too late. A smile worth a hundred lines. Dag Chris. Hoi, goeiedag. Er is hier al heel veel aan het veranderen, zie ik. Hè? Ja, het is iets heel anders gaat het worden. Wij zijn vandaag gestart met het kleuren. We wouden zoiets iets heviger. Je ziet het ook al wat koper in haar haar gedaan. Ze had ook wat lokken van haar eigen. En daar hebben we ook een beetje van profiteren, dat we de koper op de lengte volledig gezet hebben, zodat er toch de lokken en alles feller uitkomen. Ja, en je bent ook al aan het knippen begonnen, zie ik. Ja, ik heb weer carte blanche gekregen. En vandaag dacht ik, ik ga er eens tegenaan. Ah, dat dacht je toch, Ilona? Ja. We gaan er eens tegenaan. Ik dacht van, ik ga mij eens uitleven helemaal. Ja, ja, ja. Wat? Ga ik liever nog niet zeggen, want anders is het al... Spanning nog opbouwen. Okay, dat is goed. Oké, okay. Dan ga ik u laten verder. Hè? Dank u. Ja, ze zijn hier nu nog aan het feunen. Wat heb je in de tussentijd nog gedaan? Ja, nee. Dus, gelijk ik straks zei, ik heb er niet willen veel prijs geven. Maar nu ga ik het toch vertellen natuurlijk. Ik heb me helemaal uitgelegd. Aan de ene kant goed kort, aan de andere kant iets langer later toch. Maar toch mooi een overgang gemaakt. Dus, ja. Vooral met die mooie pittige kleur dacht ik van ook een pittig kapseltje erbij. En, ja.
Ja, ja, ja. Dus het is een asymmetrische snit geworden. Ja. Tamelijk goede asymmetrie. Ja, ja. Oké, okay, heel fris voor de zomer dan. Ik ben benieuwd wat ze ervan gaat vinden. Zullen we direct eens kijken. Oké. Ja, we zijn de hele dag op stap geweest. Het is eindelijk het moment dat de onthulling gaat komen. Wat voel je nu? Zenuwen. Ja, zenuwachtig. Ja, amai nog niet. Dus voel dat ook maar vallen. Oké, okay, dan gaan we u niet meer langer laten wachten en dan gaan we het ook laten vallen. Wat een chic. Amai. En goede eerste indruk? Wauw. Ja. Ja, heel mooi. Niet verlaagd. Wat vind je van uw haren? Want dat is iets heel anders, hè? Ja, heel mooi wennen. Maar ja, 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 het is heel anders, hè? De kleur staat er echt prachtig. Dank je. En kleedje is ook heel mooi. We hebben een kleedje gekozen. Ja. Wat je normaal niet echt doet. Maar het is wel heel mooi. Ja, ik ben er heel blij mee. Ja, heel vrouwelijk, hè? Ja, absoluut. En dan hebben we nog een extraatje. We hebben nog een bril gekozen bij Bas. Dankjewel. Nog een zonnebril. En dan natuurlijk nog voor de dag volledig af te sluiten, nog de fotoshoot. Oké, dankjewel. Dit was de laatste aflevering van Ching Ching Beauty van het voorjaar. Ilona heeft er weer een hele leuke dag op zitten en ze is heel tevreden met haar nieuwe look. Haar man en dochter duidelijk ook. Wil je nog meer tips en tricks? Surf dan zeker eens naar de website tvl.be. En in het najaar zijn we er opnieuw met nieuwe afleveringen van Ching Ching Beauty. Tot dan!